Ik neem jou vandaag een dag mee in mijn werk, Jessie. En ik werk vandaag op de racebaan. Op de racebaan? Waarom heb je dan zo'n raar wapen in je hand? Nou ja, dat is omdat we dus een beetje... deze racebaan die moet een beetje plek maken. Er komt hier namelijk een nieuwe McDonald's te staan. Dus doe je auto! Oh, Alex, je gaat toch niet zomaar een auto opblazen? Jawel, Jessie. Ik zeg toch, er komt een nieuwe McDonald's te staan. We moeten ruimte maken. Alles wat hier staat, moet weg. Ik heb een granaat in mijn hand. Ik ga een granaat proberen. Nee. Pas op, hij staat er terug. Oh, nee. Wow. Ik ben level 2. Ik wil nog meer dingen gooien. Lekker bezig, maar we moeten wel echt heel veel meer opblazen. Anders wordt de klant heel boos als het niet allemaal weg is. Alex, kijk uit voor al die granaten. Dat is niet slim om te doen. Oké, hoe gooi ik een granaat ver weg? Alex, kijk uit. Jessie, kijk nou uit. Je gooit toch geen granaat bij mijn voeten? Ja, ik wil hem weggooien, maar ik weet niet hoe ik hem weg moet gooien. Ik kan hem alleen... blijkbaar helemaal niks van dit werk hier. Oh, zo. Alex, kijk uit. Er ligt een granaat bij je voeten. Ik wil ook zo'n cool wapen hebben als wat jij hebt. Hoe kom ik daaraan? Nou ja, die kan je dus blijkbaar kopen, want er is hier dus een hele grote shop. En ik denk dat je al wel wat centjes hebt verdiend in de tussentijd. Ik wil wat kopen. Ik weet niet hoeveel centjes heb je. Je rugzak zit waarschijnlijk vol met geld. Dan moet je hier verkopen, bij Cel. Waar? Oh. Hier zo. Alles wat in je rugzak zit, dat is wat je hebt gesloopt. En dat kan je gaan verkopen, zie je? Ja, maar ik heb maar 8 muntjes in totaal. Dat is toch helemaal niet genoeg? Je hebt maar 8 muntjes. Ik heb er 400.000. Maar dat is omdat ik dit werk misschien ook wat langer dan vandaag. Hoe kom jij nou aan 400.000? Ik wil ook een cool wapen. Oh, je hebt een wapen met een haai. Deze wil ik hebben. Je kan zelfs voor heel veel Robux wapens kopen. Oh, Alex. Je kan 5 miljoen muntjes kopen met Robux. Oh, maar wapens zijn echt super duur. Holy moly. Wapens zijn echt heel erg duur. Het wapen dat ik heb, dat heb ik blijkbaar gekocht met Roblox toen ik hier ging werken. Maar er zijn nog meer wapens die ik kan kopen met 400.000 euro kan ik. 400.000 euro? Ik kan ook een nieuwe kopen bijna. Een nieuwe kopen? Kijk, Alex, misschien moet ik maar gewoon wat muntjes kopen. Misschien dat dat slim is. We kunnen ook nog een klein beetje meer aan het werk gaan hier en daar. Nee, maar ik krijg maar zo weinig muntjes. Ik heb er maar 16. Dat is echt veel te weinig. Nou ja, ik kan gewoon makkelijk aan het werk gaan door die toren daar op te blazen. Alex! Alex, help mij! Help mij! Holy, kijk nou, Jessie, die hele huis stort in daar. Alex, help mij! Ik moet hier Ik moet hier voor level 5 zijn. Ik kom hier helemaal niet in. Nou ja, aan de overkant kan je nog wat dingetjes slopen, gelukkig. Ja, oké, wacht. Ik ga daar gewoon wat dingen te slopen en dan moet ik eerst even level 5 worden. Ik denk dat het ook slim is dat ik misschien wel betere wapens ga kopen. Wat is er? We moeten alles weer leegmaken voor die McDonald's hier ook. Oké, komt goed. Auto, wegwezen. Maar Alex, dit zijn toch de klanten van onze McDrive? Dit is toch helemaal niet slim om te doen? Zeg je me misschien wel wat inderdaad. Misschien houden die mensen inderdaad langskomen bij onze McDrive. En net ging je ook al de hijskraan slopen, maar die hebben we nodig om de McDrive te bouwen. Ja, maar Jessie, we huren toch gewoon wel een nieuwe in. Eentje die uit Blokstad komt ergens. Of zo, weet ik veel waar vandaan. Oké, maar het is wel leuk. Mijn backpack is vol. Nu moet ik weer dingen verkopen. En ik heb wat nieuws gekocht. Ik heb een nieuw wapen gekocht. Ik wil ook een nieuw wapen. Oké, ik ga gewoon naar de winkel. Wil je hem zien? Kijk, dit is hem. Ik ben eventjes bezig met een hele belangrijke missie. Ik ben namelijk bezig met 500.000 muntjes kopen. Wow, wat? Ik heb 500.000 muntjes en daarmee kan ik... ik heb een wapen gekocht van 400.000 muntjes. Nee, die heb ik ook gekocht, dus dan hebben we dezelfde. Heb je ook deze? Ja, kijk, die heb ik hier. Oké, ik wil hem testen, maar ik ben nog geen level 5. Ik kan nog niet naar de volgende level. Ik ben gewoon al level 25. Je moet echt... Oké, ik ben level 4. Mijn backpack is meteen vol. Van mij ook. Dit wapen is veel sterker dan het wapen wat ik net had. Alex, je moet me wel uitleggen hoe het allemaal werkt. Hoe upgrade ik mijn backpack? Nou ja, dat kan dus ergens blijkbaar. Waar kan dat eigenlijk? Ik zie een store aan de zijkant. Store, backpack upgraden. Er staat helemaal niks over mijn backpack. Ik zie het ook nergens staan. Ja, voor 800 Robux kan ik kopen dat ik gewoon nooit meer een volle backpack heb. Hier, kan gewoon bij de shop, joh, Jessie. Daar kan je een nieuwe backpack kopen. Waar dan? Ik heb nu namelijk ook echt een hele kleine backpack waar maar 250 in kan. Maar je kan dus blijkbaar echt een hele goede kopen later. Ik ga meteen een hele goede kopen. En dan heb ik er één... maar dat is wel heel duur. Ik koop er één van 50.000. Dan heb ik een ton op mijn rug. Wow, dat is echt heel veel. Die heb ik nog niet eens. Ik heb een ton op mijn rug. En niet dat ton. Daar kan sowieso heel veel in, Jessie. Oké, probeer dan zoveel mogelijk van hier nog mee te krijgen. Ja, zodat is we goed, nieuwe is dingen goed. Kunnen kopen. Alex, en dat de McDonald's hier kan komen ik staan. Ik moet nog maar één ding schieten, denk ik. En dan ben ik level 5. Ik ben level 10. Ik weet niet hoe...
Ik ben opeens level 10. Dan moeten we naar de werkplaats. Oh, dat komt omdat ik meer muntjes kan verzamelen. Dan kan ik hoger, sneller level kopen. Dat was echt een hele rare sim. Jullie snappen wat ik bedoel. Dat was inderdaad een hele rare sim. Maar het klopt een soort van wel misschien. We gaan naar de werkplaats. Jullie zijn allemaal ontslagen. De werkplaats. Jullie hadden het vernietigen. Net zoals die hijskraan daar boven. Ja, want ze zijn ontslagen. Oké, ik ga ook schieten op de hijskraan. Boom. Hij stokt in één keer helemaal in. En ik ben meteen level 11. Oké, deze vrachtwagen is van mij. Oké, pak jij de gele? Ik pak de gele hier en de rode. Ja. En de groene, die pak ik ook erbij. Boom. Alle vrachtwagens gaan kapot hier zo. Die man mag hier een Burger King bouwen, want we gaan aan de overkant al een McDonald's bouwen. Wegwezen, jullie zijn onze concurrenten. Yep, en dat mag niet. Wegwezen. Ik heb zoveel spullen in mijn tas zitten nu. Ik heb zoveel muntjes, ik heb er weer 4000 bij. Kom, Alex, we moeten ergens anders heen. Ik zie daar een drolletje, ik wil een drolletje slopen. Ik wil een drolletje slopen. Sorry, kan ik op jou schieten? Boom, boom, boom. Oh, kijk nou uit! Sorry, Alex. Oké, Jesse, maar laten we eerst even alles wat in onze rugzak zit verkopen. Dan kan ik hopelijk een nieuwe rugzak kopen weer. 9000 muntjes erbij. Ik ben level 14. Ik ga jou inhalen en dan ben ik beter in jouw werk dan dat ik ben. Oh, maar hier kan je inderdaad drolletjes slopen. Zullen we drolletjes slopen? Maar ik denk dat deze heel duur zijn. Hier moet je Robux voor betalen. Moet je Robux voor betalen? Ik ga geen Robux betalen. Je kan zelfs een Nintendo Switch hier kapot maken. Een Nintendo Switch? Hoeveel Robux kost? 400 Robux? Zoveel geld heb ik wel. Heel duur allemaal. Laten we eerst een kijkje nemen aan de overkant. Want daar kan je ook nog heel veel dingetjes slopen voor geld. Oh, kunnen we niet die vuurtoren slopen? Dat vind ik ook wel heel leuk om te doen. Dat is wel een heel gaaf idee. Voor de boerderij moet je level 10 zijn. Welk level ben je al? Ik ben level 14, dus laten we de boerderij schieten. Oké. Dan gaan we naar de boerderij. Alex. Voordat we de boerderij gaan schieten, moeten we wel uitkijken dat er geen kippen staan. En koeien, dat vind ik zielig. Grapje! Oeh, daar gaat de tractor! En ik ben level 15. Oh, dit is zo leuk. Jesse, we moeten de silo's kapot schieten. De silo's kapot schieten, maar dan komt er toch allemaal water uit. Dat is toch... Oh nee, er komt geen water uit. Er zit toch geen water in, er zit een graan in. Dit is graan. Auw, ik schoot per ongeluk op mezelf. Dat was niet heel slim om te doen. Je moet niet op je touw. Je schoot op mij. Ik schoot niet op jou, ik schoot per ongeluk op mezelf. Sorry, Alex. Kom, Alex, hier is een watertoren. We moeten een watertoren schieten. Oké, jij moet de andere kant doen. Nee. Oh, er komt ook echt water uit. Wow, dit is niet normaal. Oké, Alex, ik denk dat het tijd is om weer even een nieuw wapen te testen. Het enige wat nog staat is de mooie blauwe tractor. En dat snap ik dat hij nog staat, want hij is hartstikke mooi blauw. Hij is kapot. Oh, wat lelijk. Oké, ik heb 7000 muntjes weer. Dit was echt heel slim, want ik net 500.000 muntjes had gekocht. Dat is echt heel slim inderdaad, want je krijgt daardoor zoveel geld de hele tijd. Ja, echt zoveel geld. Oké, die rugzak doet het ook echt goed bij jou. Ja, maar het is wel een beetje zwaar zo'n ton op mijn rug. Ja, dat snap ik inderdaad. Ik ga kijken of ik al een nieuwe rugzak kan kopen. Ik ga een bommetje kopen. Ik kan... Ik heb hier een snoepjesbom. Die ga ik kopen, denk ik. Wat kan ik kopen? Wat kan ik wel kopen voor dat geld wat ik nu heb? Ik kan niet eens bommen kopen. Ik kan wel een kast kopen. Ik heb een kast op mijn rug. Heb je een kast gekocht? Ik heb gewoon een hele kast. Huh? Maar dan kan... Huh? Hoeveel kan je erin? Ik weet niet hoeveel erin kan, maar ik heb tenminste wel een kast mee waar nu iets in kan. Bij mij staat er dat daar oneindig veel in kan op je rug. Er staat INF. Ik weet niet wat dat betekent. Dat staat er bij mij inderdaad ook, maar het zal toch wel ergens vol moeten. Oh, ik ga de verkeerde kant op. Dit is weer de dure dingetjeskant en die kant wil ik niet op, want het kost maar hartstikke veel Robux. Kunnen Alex, kijk, ik heb een bom. Nee, er zit een timer boven. Bom, hoe kom je nou aan een bom? Ik heb Alex, enige... Alex, we hebben hier wel een lucky blok. Deze kunnen we wel openen. Oh ja, inderdaad. Ik krijg 2 keer stenen nu erbij. Ik weet niet wat ik aan 2 keer stenen... Oh, ik krijg ook 2 keer de bricks. Voor de komende 3 minuten. Dus dan krijgen we alles dubbel zoveel kapot. Laten we dit doen. Kom, deze huisjes. Dit kasteel. Het is tijd om het kasteel aan te vallen. Alex, laten we mijn bom testen. Dan gaan we de bom gaan we leggen bij de ingang van het kasteel. Zo... Eens even kijken of mijn bom een beetje een grote bom geeft. Oké, ik ga mijn hier in dit huis gooien. De toren is ook bij de weg. Jesse! Alex, kijk uit voor de bom. Je moet uitkijken voor de bom. Ik wist niet hoe ik deze kon gooien, oké? Je kan ze niet gooien. Je kan alleen maar de bommetjes neerleggen. Ik ga een bommetje binnen neerleggen. Kijk, hier leg ik een bommetje neer. Ik wil deze toren dan verder ontblazen. Ik kom niet naar buiten. Naar beneden.
Pak jij dat toren? Je had gewoon omhoog kunnen klimmen toen die toren er nog stond. Oh, dan hadden we van boven naar beneden kunnen schieten. Dat was ook al vet geweest. Ik ben binnen allemaal bommetjes aan het neerleggen. Alleen er gebeurt niet zoveel. Hoe heb je voor die bom wel niet moeten betalen? 10.000 muntjes. Maar hij doet niet heel veel. Nee, dat valt wel mee. Want ik heb alweer bijna 10.000 muntjes in mijn ton zitten, Alex. Oh, oké, okay, dat is waar ook. Ik heb er 15.000 in zitten. 15.000 blokken, maar we krijgen ook alles dubbel, hè? 15.000? Hoe lang krijgen we dat nog? Ik heb nog 10 minuten alles dubbel. Ik zie dat rechts staan. Oh, poep. Oh, ik heb zoveel spulletjes. Maar ik weet het niet, hoor. Dat wapen wat ik eerst in mijn hand had... Ik denk echt dat die een stuk beter was dan dat wapen wat ik nu heb. Ja, die ben ik ook alweer aan het gebruiken. Oh, jij hebt een blauw wapen natuurlijk. Even kijken, hoor. Yep, die ga ik weer aanzetten. Die was echt een stuk beter. Deze had namelijk 2000 explosie. 2000? Hoe kan je zien hoeveel explosie die heeft? Dat wil ik ook kijken. De ander die ik nu had 1.200. Ja, dat was mijn oude wapen veel beter. Oh. Kijk ik deze dan niet gewoon de hele tijd? Ik wou ook een nieuw wapen. Alleen dat kost 1 miljoen muntjes. Ik ga nooit 1 miljoen muntjes krijgen. Dat is echt veel te duur. Ik wil ook echt die bom kopen die jij hebt. Die was zo cool om op te blazen. Misschien wil ik wel 5 miljoen muntjes kopen. Maar dat is zo duur. Dat kost me 300 Robux. Oh, je kan ook nieuwe raketten kopen blijkbaar. Oké, okay, nou, laten we kijken voor nieuwe bommetjes. Want ik heb nu alleen nog maar de standaard bommetjes. Oh, wacht eens even. Ik heb 50.000 muntjes. Laten we daarmee deze appeltaart explosiebom kopen. Appeltaart explosie. Oh, ik heb een appeltaart. Die is echt cool, die wil ik ook, maar ik heb er helemaal geen geld meer voor. Ik wil... Ik gewoon hier... Nee, weet je wat? Kom, Jesse, we gaan de appeltaart uittesten. Gaan we de appeltaart uittesten? Is goed. Deze moeten we uittesten op een coole plek. Aangezien jij al level 17 bent, kan je bijna naar een nieuw gebiedje. Kunnen we niet dit gebied krijgen? Welk level moet je zijn? Level 20? Oké, okay, ik ben deze moet je level 25 zijn, maar jij kan wel mij hier binnen zien lopen, toch? Ja, maar ik weet niet of ik alles kan zien ontploffen. Oké, okay, ik ga kijken. Oh, Jesse. Leg appeltaart onder deze raket leggen. Rennen! Oh, nee, oh, de hele onderkant van de raket is weg. Oké, okay, ik ga het kasteel slopen. Oké, okay, blijf jij het kasteel maar slopen. Ik ga deze raket helemaal verder opblazen. Oh, nee, daar ligt de appeltaart. Ik heb een probleempje. Dit kasteel was beschermd met een speciale beschermlaag. Maar nu niet meer. Ik ga bommetjes neerleggen. Dat kasteel was zo sterk. En deze raket hier ook. Maar nu niet meer, want nu stort hij in. Hoppakee! Nou, welk level moest ik zijn? Level 20? Ik ben nog lang geen level 20. Level 17. Ik kom je wel even helpen met dat kasteel hier. Ja, kom mij maar even helpen. Dit hele kasteel moet weg. Oh, jouw wapen is zo goed. Schieten. Alex, jouw wapen kan echt heel veel achter elkaar schieten. Je moet wat voor mij overlaten, anders kan ik toch helemaal geen levels krijgen. Ik kan letterlijk alles kapot schieten hier voor mezelf. Oh, je moet wat voor mij overlaten, anders kan ik toch helemaal geen levels krijgen, Alex. Oh ja, sorry inderdaad. Ja, zie, dat is waar ook. Nu zijn alle gebouwtjes al weg. En ik ben pas level 18. Hier, ik leg hem anders wel hier meer. Mijn rugtas is vol, maar kan ik dan wel levels krijgen? Ik moet even wat verkopen, Alex. Oh, mijn tas zit zo vol. Dat is niet normaal. Ja, mijn zit ook vol. Ik moet wat verkopen. Oké, ik heb mijn muntjes verkocht. Ik heb weer 20.000 erbij. En ik ben nog steeds geen level 20. Dit duurt echt heel erg lang. Ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel geld ik nu heb. Er zit bijna 100.000 in mijn rugzak. Alex, ik ga denk ik wat heel erg doms doen. Ik heb 300 Robux uitgegeven, want ik wil gewoon meer levels hebben. Je hebt 300 Robux uitgegeven? Ik heb nu 5 miljoen muntjes. En daarmee kan ik... Oh, ik kan bijna echt een heel vet wapen kopen. Holy moly, dat is veel geld. Oh, maar ik moet nog heel veel muntjes verzamelen. Ik ga denk ik deze kopen. Alex, ik heb een wapen gekocht van 4 miljoen muntjes. Kijk dan hoe cool deze eruit ziet. Maar hoeveel is de attack damage wat hij dan heeft? De attack damage is 3.500. 3.500, dat is beter dan mijn wapen, maar... Mijn wapen heeft wel een reloadtijd van 0,3 seconden. En die van jou van 4,1 secondes. Oh, oké, dan is jou dan toch beter. Yep. Oh, ik kan nog steeds niet bij de raket komen. Ik ben nog steeds geen level 20. En hier is alles al kapot. Ik heb 200.000 muntjes. Daarmee zou ik misschien wat betere bommen kunnen gaan kopen. Alex? Oh, ik kan ook een robotbom kopen. Hey, Alex, schiet jouw pistool 3 kogels tegelijk? Nee. Dat beide is wel veel. En ik heb trouwens een nieuwe rugtas nodig, want hij gaat de hele tijd vol. Oh, dat zijn echt problemen voor rijke mensen. Ja, dat klopt. Welke ga ik kopen? Ik kan er een van 1 miljoen kopen. Oh, maar dat is wel heel duur. Maar ik ga het wel doen. Oh nee, die kost 5 miljoen. Dat kan ik helemaal niet. Ik ga nog heel even een paar centjes verdienen door deze UFO uit de lucht te schieten. Ik heb een kluis gekocht. Alleen,
Nu krijg ik 100.000 muntjes in mijn kluis. Hoe kan het dat jij zo'n goede rugtas hebt? Dat wil ik ook. Wat ik in de hand heb. Ik wil ook zo'n goede rugtas als dat jij hebt, Alex. Ik ben echt jaloers. Alex, ik kom eraan. Ik ben bijna level 20. Oh, en ik ben bijna level 30. Level. Hoe kan jij nu al bijna level 30 zijn? Je bent zo snel. Je hebt gewoon een veel beter wapen. Ik had dit helemaal niet verwacht. Ik weet ook niet waarom ik net 400.000 euro heb uitgegeven aan een nieuw wapen. Dat was nooit nodig. Ik heb letterlijk het beste wapen uit de game, omdat ik hier al zo lang werk op deze sloperij. Ik ben level 20. Oké, dat betekent dat we de watertoren kunnen doen. Alex, ga jij maar lekker alle planeten slopen, dan ga ik de watertoren slopen. Alles is voor mij... Oké, ga jij maar de watertoren slopen, inderdaad. Ik ben level 30 in de tussentijd. Level 30? Oké, kijken hoe snel ik dit naar beneden kan krijgen. Oh... Alex, dit moet je zien. Alex, dit moet je zien. Je moet mijn pistool zien. Ik kom eraan. Mijn pistool. Oh, ik ben daar nog helemaal niet geweest trouwens. Nee, maar dit is mijn level, Alex. Jij dit moet is zo cool. Ik kan hier ook naar binnen. Ja, maar moet je kijken. Ik kan 3 kogels schieten en dan valt een toren naar beneden. Oh, de toren ik help je schreef. Wel, APS. Zie alsjeblieft. Dankjewel. Oh, oh nee. Hij valt op mijn hoofd. Zelfs dan lukt het je nog niet. Hij is op mijn hoofd gevallen, de toren. Dat vind ik helemaal niet leuk. Zullen we een appeltaartbom op dit schip leggen? Ja, eerst schiet ik er nog even 3 kogeltjes op. Ik denk sowieso dat hij dan gaat zinken. Hier, appeltaartje waar daar. Is de bom? Rennen. Alex, kijk. Wow. Wow, je appeltaart doet echt heel veel aan deze boot. Ik heb nog een appeltaart op de boot gelegd. Nou, eerst ga ik schieten. Boom. Oh. Die hele boot is bijna gesloopt. Ik ben bijna level 25. Of ja, ik ben pas level 22. Ik wil level 25 worden. Zullen we niet anders gewoon hier de McDonald's gaan bouwen? De McDonald's... Ja, dat kunnen we ook doen. Lek aan het water. Is dat geen slim idee? Ja, dat is wel een leuke plek. En dan kunnen we in plaats van een drive-thru... kunnen we een boot drive-thru... far-thru doen. Alex, waarom staat hier een reuze wc-pot? Gadverdamme. Ja, over die wc-pot gesproken, hè? Gadverdamme. Doei, wc-pot! Je moet weg! Ik vind het zo jammer dat ik jou niet kan helpen. Ik ben nog helemaal geen level 25. Oh, Jesse, dit was een goede dag op werk vandaag, vond je niet? Ja, ik ben wel moe. Laten we weer naar huis gaan.